Dit waren warme woorden, dit waren diepe woorden, die ons denk ik allemaal aan het denken zetten. En ik moet ook zeggen dat daarin ook de essentie ligt van wat wij als vereniging willen brengen. Die saamhorigheid, dat ontmoeten, dat herontmoeten wat u hier met elkaar doet. En gistermiddag was ik in het Stedelijk Museum, want daar had het Stedelijk Museum een sessie georganiseerd met 28 jongeren van het PCC, de leeftijd 15, 18 jaar, die met elkaar iets mochten bedenken voor de komende jaren voor het museum, wat zij op 7, 8 oktober zouden kunnen doen met jongeren met het thema vrijheid. Ik mocht de eindpresentatie bijwonen. En dan heb ik ook dat vertrouwen, wat jij ook hebt, Anja. Want wat die jongeren daar naar voren brachten, hoe zij tegen vrijheid aankijken, hoe zij dat onder elkaar willen brengen in hun eigen tijdsverhaal, dat is geweldig. En ik denk dat u daar volgend jaar wellicht al, en zeker de komende jaren, meer van zal zien. Nogmaals, ontzettend dank voor jouw ontzetreden. En dames en heren, dan hebben wij nu nog een andere belangrijke bezigheid die wij eigenlijk normaal doen op de receptie van de gemeente op 7 oktober, maar die helaas ook niet door corona door kon gaan. En dat is het uitreiken van de vrijwilligersprijs 2021. Dames en heren, meer dan 150 jaar organiseert de 8 oktobervereniging Alkmaar Ontzet en haar voorlopers het Alkmaarse feest der feesten Alkmaar Ontzet. Het ledentellend bestuur organiseert elk jaar met zeer veel enthousiasme en inzet het Alkmaar Ontzet. Maar dat doen wij niet alleen. Het organiseren is alleen maar mogelijk omdat ontzettend veel vrijwilligers ons helpen al die prachtige evenementen te organiseren. En dat doen zij met zoveel enthousiasme, plezier en inzet. En om onze waardering te laten blijken aan onze vrijwilligers reiken we ieder jaar de vrijwilligersprijs van de 8 oktobervereniging Alkmaar Ontzet uit. De vrijwilliger van het jaar 2021 stond als kleine jongen bij het Bolwerk en de Sint-Jozefkerk om samen met zijn ouders te kijken naar de Lampionoptocht. Hij genoot van de optocht en had hier elk jaar heel graag aan mee willen doen. Maar hij zat op een katholiek lagere school, welke niet meedeed met de viering. Hij was ook nooit vrij met 8 oktober, maar ging als tiener wel altijd naar de feesten rond 8 oktober, die hij zich nog altijd goed kan herinneren. Toch raakte hij steeds meer en meer besmet met het Alkmaar Ontzetvirus. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer en toen hij les gaf aan de hogere klassen op de Hoge Weid, deden ze mee met de 8 oktober behendigheidswedstrijden in het Kennemerpark. Hij hielp mee met de organisatie en het begeleiden van de wedstrijden. Eind jaren 70 kreeg hij de lagere klasse onder zijn vleugels. Deze groepen deden mee met de lampionoptocht van Ouddorp. In de vroegere jaren was er nog geen gezamenlijke lampionoptocht, maar werd die in de wijken georganiseerd. In Ouddorp liepen ze dan van het winkelcentrum via de Munnikenweg de Dorpsstraat in. Een van de ouders werkte bij de PEN en wist hij hoe hij alle straatverlichting op de route moest uitschakelen. Dit was altijd een grote happening voor de kinderen en de omstanders van dit mooie evenement. In het jaar 2003, het jaar voor het 750-jarig stadsrechtenviering van Alkmaar, kwam het idee om een grote gezamenlijke optocht te doen. En zo ontstond de huidige Lampionoptocht. Dit was zo'n groot succes dat men besloot om dit elk jaar te blijven doen. Hier heeft deze vrijwilliger dus tot de laatste optocht in 2019 zijn steentjes aan bijgedragen. Ruim 16 jaar. Maar als je rekent vanaf de eind jaren 70, is hij meer dan 40 jaar betrokken geweest bij de Lampionoptocht. Hij heeft nu besloten te stoppen. Dames en heren, deze vrijwilliger is het type vrijwilliger waar een vereniging zoals wij niet zonder kunnen. Met zo'n inzet is het terecht dat de vrijwilligersprijs 2021 naar hem toe gaat. Een aantal van u heeft natuurlijk al lang door over wie ik het heb. Dames en heren, de vrijwilligersprijs 2021 gaat meer dan verdiend naar Wim Jonkers van de Lampionoptochtcommissie. Wim, kan je naar voren komen?
Jazeker, Wim. Je bent met een smoes. Wim zegt dat hij met een smoes hierheen is gehaald. En dat klopt ook. We hebben ook met een smoes hierheen gehaald. Wim, mag ik jou deze prachtige schaal overhandigen voor de vrijwilliger? Prijs 2021. Hij is je van harte gegund. Prachtig, dank u wel. Wim Jonkers, dames en heren. Wil jij nog een woordje zeggen? Wil jij nog een woordje zeggen? Nou, dat ik bij de Kneppelbrug op de Bolwerk heb gestaan, heb ik het gevoel gekregen dat ik ook 8 oktober lid moest worden. Dat was het begin, als 6-7-jarige. Ik heb het met heel veel plezier al die jaren met de behendigheidswedstrijden en heb met een lampionnentocht mijn werk verzet. Met heel veel plezier en ik weet waarvoor. Ook voor jullie allemaal. Voor iedereen. Voor heel Alkmaar. Dankjewel, Wim. Dankjewel voor je mooie woorden, Wim. Dames en heren, nogmaals Wim Jonkers. En als ik het goed begrijp van de organisatie, heeft u nu een beetje...